Maar Fong, ik heb echt nog nooit ergens gefilmd dat ik in een massagestoel werd gezet. Dat ik nog nooit heb gefilmd. Oh kijk, ik ga er bijna een beetje... Ja, maar dat is lekker. Dat is echt lekker. Je heet Fong. Ja. En je bent van oorsprong Vietnamees, toch? Ja, Vietnamees. En ik kwam er net heel ergens anders aan de andere kant van de stad. Een meisje tegen die had je de nagels al laten doen bij jou. En die zei dat je ook een zus hebt die ook een hele grote salon heeft. Klopt dat? Ja, dat klopt. In Limburg? Ja. Maar heb jij daar ook je opleiding gehad of zo? Ik heb opleiding in Amerikaan. Ah, oké. Okay. En in de afkom van de mijn land. Oké. Okay. Ja, dat al lang geleden. En in Europa of een beetje bij in de Duitsland. Oké. Okay. Ja. En maar, waar woon je nu? Ik woon nu in de Capelle. In Capelle, oké. Okay. Ja. En hoe kom je in Middelburg terecht om een salon te beginnen? Ja, omdat door van iemand vertelde dat Middelburg is een mooie stad van de Zeeland. Ja? Ja, dan ben ik benieuwd. Oh, die stoel, sorry. Meer, die stoel die pakken we even. Het zit buitengewoon zo dit. Ga er zo maar even uit. Maar kan je hier af en toe gewoon ook... kan je zeggen, mag ik een half uurtje je stoel voor een zachte prijs? Ja? Ja. Nou, buitengewoon. Ja, lekker zitten. Ja, lekker zitten. Ja. Dat kan je wel zeggen. Heb je een film op stoel? Nee, dat doe ik maar niet. Wij werken wel en dan wij doen dat wel. Oké. Maar jij komt hier al gelijk terecht als klant. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Hoe kom jij hier terecht? Nou, gewoon, ik zag bord dat ze hier kwam. Volgens mij zag ik het ook op jouw pagina. En, ja. Ik kon even wat gebruiken om weer mijn zomersandaaltjes aan te doen. Ja? Ja, dus je komt voor een pedicure behandeling? Ja, ook, maar toen dacht ik, doe ik ook meteen mijn handen. Oké, okay, dus het hele... Maar is dat een... zijn er weinig alternatieven in Middelburg? Is het gat in de markt? Of? Nou, volgens mij zit er in het centrum niet heel veel. Volgens mij zijn er heel veel salons aan huis en zo. Dus ik vond het wel makkelijk. Ja. Ik ga eens proberen, kijken hoe ze het doet. Ja, nou ja, een goede verkenning. En wat is je eerste indruk? Ja, het ziet er netjes uit. Ja, dat is ook een basis, hè? Mooie plaat op de... Ja. Even zacht maken. Verzacht mijn handen in de bad. Iemand komt naar hier toe en gedaan en dan komt naar huis en dan vertelt van vrienden of kennen en dan die komen zelf. En dan vertel van, ik ben vriendin van die, ik ben vriendin van dat. Ze zei dat ik eens even moest gaan, ja. Ja. En wat vind je van de Sint-Janstraat? Vind je het een leuke straat? Oh, dat is een heel gezellige straat en heel lieve buren allemaal, aardige mensen. Ja, hè? Ja. Ja, daar ben ik heel blij mee, tevreden hier zitten. Ja. Nou, dat is goed om te horen. Je praat met de mensen en dan doe je ook heel veel. Ja, dat klopt. Ja, ben je echt verlegen? Ja. Je mag mij zenden. Echt waar? Moet je niet doen hoor. Welke dagen ben jij allemaal geopend? Maandag tot en met zaterdag. Oké. Okay. Ik ben open, ja. En dan van 10 tot 5 uur? Ja. Oké. Okay. En moet je altijd de afspraak maken of kan je ook zo langskomen? Ja, liever afspraak maken. Maar liefst soms afspraak. Soms mensen ook komen langskomen, maar beter afspraak maken, hè? Voor okay. De zekerheid. Een beetje wel zeker. Ja. Nou, Fong, ik dank je hartelijk voor je tijd. Ik wens je veel succes in Middelburg, de mooiste stad van Zeeland, zei je. Hè? Dus veel succes in deze zaak. Nou, zeg bedankt allemaal voor de mooie relatie en... Ik vind deze stad echt heel mooi voor mij hier plek zitten. Ja, mooie plek, ja. Ja. Nou, van harte welkom. Tot de volgende keer. Bedankt. Dag. Oh, ik doe even een heel kort stukje verder, omdat we ook jou zien zonder masker, anders herkennen de mensen je niet.